heeft mede de identiteit van Brabant bepaald. We zijn Brabant zoals we nu zijn, mede door dat industriële verleden. En dat willen we bewaren en door kunnen geven aan volgende generaties. Dat doe je door stenen te bewaren, door gebouwen te restaureren. En dat doe je ook door de verhalen die daarbij hoorden. Van de mensen die vroeger met bloed, zweet en tranen hier hun boterham verdienden. Door dat er ook nog eens aan toe te voegen. Daarmee krijgen we draagvlak voor onze monumenten die meegaranderen dat het voor langere tijd bewaard blijft. Metselen en meten met de steun van de provincie Noord-Brabant. Alsjeblieft. In Brabant waren verschillende soorten industrieën belangrijk. Bijvoorbeeld leerlooierijen, een wasserij waar we nu zijn, maar ook voedselindustrie. Dus daar is veel van overgebleven. Wat ook hoort bij die tijd is de infrastructuur. Dus we hebben ook een aantal dingen op ons lijstje staan als het gaat om stationsgebouwen en dergelijke. Om ook die infrastructuur uit die tijd die daarbij hoort te bewaren. Het verleden van Brabant bepaalt hoe wij nu leven. En als je die verbinding kan leggen tussen wat vroeger gebeurde en begrijpt dat dat van invloed is op hoe wij nu leven, dan maakt dat je leven rijker en kun je daar ook naar de toekomst toe veel meer mee doen. Dus het gaat om de verbinding tussen verleden en heden. Niet het verleden geïsoleerd van vroeger, maar de verbinding met nu. Alsjeblieft. Dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel.